We zijn hier bij Kools Kerstbomen Place op de hoek van de Mezenlaan. En daar gaan wij Maurice van der Toorn interviewen. Een acteur en zanger in hart en nieren. En hij heeft in coronatijd iets heel bijzonders bedacht. Hij heeft namelijk een fiets gemaakt waarmee hij de mensen blij maakt met muziek, acteren en zingen. Maurice van der Toorn is daarmee begonnen in coronatijd. Want hij wilde graag iets fijns doen voor de mensen. En hij gaat ook altijd allerlei gedaantes aan. Hij is namelijk Zorro geweest, hij is de Gladiator geweest. En met de Pasen was hij zelfs de paashaas. En op dit moment is hij de Kerstman. En wij zijn heel erg benieuwd wat zijn kerstgedachte is. Hallo Kerstman, wat zie jij er mooi uit met je fiets? Hoe kom je op het idee om zo'n fiets te maken? Nou, een jaar geleden kwam ik op het idee. Omdat ik een oude rode oldtimer had nog. En ik me wel steeds meer weer de kerstman voelde. Dacht ik, die auto ga ik versieren met kerstlampjes. En zo de stad rond en de plekken waar mensen blij worden van de kerstman. En hoe lang heb je deze fiets al? Deze fiets heb ik nu ook al bijna een jaar. Want voorheen deed ik het met de auto. Maar de kerstman werd wat dikker. Dus ik dacht, nou, ik moet maar een fiets zien te vinden. En die heb ik dan omgetoverd tot een kerstfiets. Hallo. Nou, kom eens hier. Hey, hoe heet jij? Ruben. En hoe heet jij? Jonas. Hoe zegt u? Jonas. Ruben en Jonas. Ik ben de zingende kerstman. En ik ga de heel Den Haag. En ook buiten de stad. Nou, maak er een hele mooie dag van. Dank je wel hoor, dag. En Kerstman, hoe bent u op het idee gekomen om dit te gaan doen? Hoe op het idee? Ja, hoe bent u op het idee gekomen? Nou, ik dacht, we zitten maar binnen met z'n allen. En we maken ons allemaal gek via de tv. Van een of ander virus. Nou, daar heb ik toch nooit aan willen geloven. Want de kerstman is namelijk heel erg gezond. Dus ik eet goed, gezond eten, ja, dat is heel belangrijk. En dan kan je de kerstman zijn, hè. Dan krijg je een mooie witte baard en een gezonde kleur. En vooral de mensen blij maken. En wat is voor u de ultieme kerstgedachte in de coronatijd? Zoveel mogelijk lekker naar buiten met z'n allen. Hou elkaar lekker vast. Kom op ideeën. En maak mensen blij, want mensen blij maken, daar word je beter van. En Kerstman, ik weet hoe u werkelijk heet. En hoe u werkelijk heet, dat is namelijk Maurice van der Toorn. Ja. Hoe lang ben jij nou al met acteren bezig? Oh, dat is vanaf mijn geboorte. Mevrouw, geef me even een knuffel. Want die ziet er zo verdrietig uit. Nee? Nou, neem lekker een oliebol binnen. Nee? Neem je geen oliebollen? Oh jee, pas op hè. Anders mag je wel een keer mee op mijn fiets. Oh, ja, wat zei je... Hoe lang ben je al met acteren bezig? Oh, dat was al vanaf mijn geboorte. Toen dacht ik, dit is één grote film. Toen dacht ik, ik wil niet echt op het witte doek. Want dat is allemaal zo gedoe met die regisseurs en al die regels. Ik denk, ik maak maar mijn eigen film. En je hebt naast deze kerstact, heb je ook allerlei andere acts. Hè? Je bent ook eens een keer als Zorro gegaan. Dat klopt. Maar ik wil die kinderen niet verwarren dat ik allemaal verschillende typetjes ben. Maar goed, als het dan echt voor ouderen is die deze aflevering kijken. Ik ben inderdaad ook Zorro. Gladiator. Een act met Elvis Presley en Marlon Monroe. En dan ga zomaar door als er iemand komt met een leuk verhaal of een typetje. Willen ze bij hun thuis hebben voor elk feestje een partijtje. Kom ik wel langs als een typetje met leuke muziek en ook eventueel zingen. En ook de perfecte Marlon Monroe zit dan op mijn karretje. Wat was nou het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt met de fiets? Het leukste wat ik tot nu toe meegemaakt heb. Ik ga even weer een klein meisje gedag zeggen. Hallo. Dag meisje. Hey, hoe heet jij? Hallo. Ik heet Angelique. Angelique? Rosalie. En dat is je papa. Dag Rosalie. Nou, je ziet dat het heel erg gezellig is.
zat een hele dikke Porsche. Daar past de kerstman ook wel in. Dag mevrouw, u wilt ook zeker dichterbij. Oh, je was te laat. Het is nooit te laat. Nou, komt u maar dan. Geef me een hand. Nou ja, dat geeft niet, joh. Nee, we worden allemaal weer beter. Goed eten, mevrouw. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Oh ja, dat was nu net ook een leuk moment. Maar ik fietste een keer 's nachts of 's avonds door de straat. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, ja, vinden alle mensen dat wel leuk? Er stond een oud vrouwtje, stond helemaal te trillen. En dan zat ze zo te kijken en toen dacht ik, oh, die mevrouw heeft misschien last van de muziek, want ik ga het nogal hard soms. En toen, ogenblik. Nou, toen reed ik dus langs en dat vrouwtje stond daarboven en ze had een plastic zakje gedraaid en dat gooide ze naar beneden en toen dacht ik, oh, wat is dat? En dat was 7 euro. En die vrouw die was helemaal zo met geweldig en toen kwam die emotie bij mij, denk ik, wat mooi om die mensen, om dat oude vrouwtje met voor die 7 euro en dan zo blij te maken. En ja, mensen geven spontaan wat centjes. En daar kan ik cadeautjes mee kopen. Maar ook mijn fiets opknappen. En wat vindt u nou van de coronamaatregelen? Nou, daar moeten we toch maar eens mee stoppen. Hè. Als je toch eens ziet dat niets helpt. En dat de mensen maar steeds zieker worden. Of je nou wel zo'n prik hebt genomen of niet. Ik denk dat we daar gewoon mee moeten stoppen. En dat het vanzelf wel verdwijnt. Want als we ons steeds maar vol gaan stoppen met injecties, ja. Ja, dan is het einde zoek. Want ik bedoel, we hebben ook nog een immuunsysteem en we zijn geboren om te genezen. En ja, gezond leven, gezond eten, dat is jouw keuze. Ga je naar McDonald's of ga je naar je verse groenteboer? Ja, en wat is voor jou de ultieme kerstgedachte? De ultieme kerstgedachte is dat er een soort bevrijdingsdag komt. Dat we met z'n allen de straat op gaan. En ook dat ik mag het voorbeeld mag zijn om vele mensen op het idee te brengen, want zo moeilijk is het niet. Maak een fiets, maak een evenementje en doe wat je kan doen. Volgens de regels eromheen draaien. En dan komen we elkaar lekker tegemoet. En dan moet er maar eens een keer opgehouden worden met al die onzin.